Nogmaals hartelijk welkom bij weer een fantastische en hele bijzondere presentatie. Niet groot van omvang voor het museum, maar wel van groot belang. Dat is wel gebleken al bij de voorpubliciteit van dit bijzondere onderwerp. Ik wil u allen hartelijk welkom heten, maar natuurlijk in het bijzonder, ik vind het zo leuk dat je dat kunt zeggen, in het bijzonder de baby's. Anders bent u eigenlijk niet te omschrijven, ik kan het heel ingewikkeld doen, maar u bent voor mij de baby's, want u bent hoofdpersoon als baby in de tentoonstelling. De levensreddende activiteiten van Sineke Botjes, Ola Steeman, Joos Wensel en al die andere Groningse dames die een crash voor slachtoffertjes van de hongerwinter runden. In die tsunami van oorlogsgeweld, lijden en tragiek is dat huis aan de Groningse Moddermanlaan een soort oase van menslievendheid. Het babyhuis, dat oord van onbaatzuchtigheid, is daarmee een prachtig monument geworden voor al die mensen die zoveel kinderen van de onafwendbaar lijkende hongerdood hebben gered. Dat is eigenlijk voor degene, voor de baby zelf, dat zijn de brieven. De brieven hebben een hele hoop naar boven gebracht en vooral een hele hoop verbazing, want in mijn geval wist eigenlijk niemand dat er brieven geschreven waren. En voor de rest wil ik natuurlijk iedereen die mij zo openhartig te woord gestaan heeft, heel hartelijk bedanken. De baby's, de broers en zussen van de baby's. Het was voor mij een ontzettend mooie tijd om hiermee bezig te zijn. En het is dat ik met de uitgever had afgesproken dat het nu in de winkel zou liggen, want anders was ik waarschijnlijk nog steeds mee bezig. Maar goed, het is ook mooi dat het nu een punt gezet is en dat het boek er is.